Rusty. Oh, Rusty? Yo. Actie. Oh, Rusty? Yo. Ja, en dat water, waar heb je dat vandaan? Nou, dat water was een ander probleem wat ik had bedacht ooit. En wat ik gewoon wilde. Ik wilde een stroom water van een centimeter of 80. Want zo breed zijn de vensterbanken. Ik wilde hem 10 centimeter hoog en ik wilde hem minstens 6 seconden laten stromen. Dus niet zo'n lullig straaltje over de vensterbank, maar gewoon flink water. En nou, toen hebben we dat uitgerekend, kwamen we op 40.000 liter. En nou ja, dat is dan het probleem. Waar bestel je dat? 40.000 ja, liter? Nou ja, dat komt uit de kraan gewoon. Maar waar laat je het vooral? Hè? Want als je het in de studio doet, dan staat het dus echt een halve meter hoger. Dat kan natuurlijk niet. Dus dat moest buiten. En het water moet dan ook met kracht binnenkomen. Dus dat moet hoog of het decor moet omlaag. Dus we dachten eerst aan een zwembad. We bouwen het in een zwembad. Maar in een zwembad kun je niks vastmaken. Dus dat is heel onhandig. Dus toen was het oké, decor op begane grond en dan het water omhoog. Toen had ik bedacht, als we het decor scheef zetten en je zet de camera's ook scheef, dan komt het water heel ver in de kamer. Dus schijnbaar met heel veel kracht komt het binnenstromen. Dus toen hadden we een dijk gevonden bij het IJsselmeer waar het decor kon staan. Dan zouden brandweerwagens op de dijk staan, die zouden het water uit het IJsselmeer pompen. En het dan via een of andere grote vergaarbak in dat decor storten. En zo kwam het in de polder terecht. Tot we een brief kregen van gemeentebestuur van Flevopolder. Dat we dus 4 keer 40.000 liter water de polder gingen inpompen. Wat niet echt de bedoeling was. En dat kostte, ik geloof, 82 cent per 10.000 liter om dat eruit te pompen. En toen heb ik gezegd, nou, dat wordt te duur, dus dat doen we niet. Maar nee, dat bleek eigenlijk niet te gaan. Want het was een niet af te sluiten terrein. We hebben het uiteindelijk ergens in een haven gedraaid. Ik had dus twee decors, dit perspectivische decor en hetzelfde decor, ogenschijnlijk hetzelfde decor, maar dan gewoon haaks. En dat decor is op het ADM-terrein neergezet. We hebben 's nachts gedraaid, omdat je dan de studio nabouwt. Hè. Dan is er geen buitenlicht. En, en toen hadden we een zeecontainer gemaakt met 3 luiken erin en 3 glijbanen. En die is heel hoog geplaatst, 8 meter hoog. En volgepompt met, we dachten eerst met havenwater, makkelijk, maar dat bleek veel te smerig te zijn in Amsterdam. Dus het werd drinkwater. Dus we hebben 40.000 liter drinkwater. En we hebben het 3 keer gedaan. Eerst 20, toen 30 en uiteindelijk 40. En bij de laatste, dat is ook de take die gebruikt is, hebben we de luiken dicht gedaan. We dachten, nou ja, godzegen de greep. Of het hele decor spoelt weg, of die luiken slaan open door het water. Want dat gaat dan buiten je macht bijna. En die luiken gingen open, dat is wat je nu ziet. Maar op dat moment er waren geen mensen in de buurt? Jawel, ik had wel 250 mensen die daar allemaal kwamen kijken. Nee, maar ik bedoel, in het decor, de cameramensen... Maar dat is het grappige natuurlijk toch van fictie. Als je goed kijkt, dan ligt er helemaal niemand in bed. En die Rick... Die zie je opschrikken, maar dat is dan weer een elektronische truc geweest. Die is er voorgeplaatst, gekeyed. En ook die Nestor Sans, die cameraman, daar zit ook water voor getekend eigenlijk. Maar het water echt in die ramen, dat is echt water. Water kun je niet faken. Hè? Als je de maquette zou bouwen, dan worden de druppels veel te groot. Dus je moet dat echt doen.